Er komt mogelijk een alternatief voor het sluiten van Milieustraat Esperheide in Woensel. Dat heeft wethouder Helms geantwoord op vragen van de PvdA en de LPF. Eindhoven telt nu nog 2 milieustraten, allebei in het zuiden van de stad. De partijen maken zich zorgen omdat bewoners in Eindhoven-Noord hun grofvuil nu niet in hun eigen buurt kunnen wegbrengen. Als je gaat kijken, gewoon los van Noord-Zuid, van is dit de beste spreiding? Dan zou ik me best kunnen voorstellen in de toekomst dat het wellicht nog zinvol is om op een andere locatie buiten de ring, want binnen de ring is eigenlijk een rare locatie voor een milieustraat, buiten de ring nog een andere milieustraat zou kunnen komen. De PvdA is bang voor meer zwerfvuil nu de Milieustraat aan de Esperheide is gesloten. Maar wethouder Helms deelt die zorgen nog niet. Dat houden we natuurlijk in de gaten, ook via gewoon onze wijkcoördinatoren, et cetera. In het verleden hadden we juist ook heel veel zwerfafval rondom de Milieustraat Esperheide. Dat is nu aanzienlijk minder, maar natuurlijk houdt het in de gaten. En ook daarvan geldt weer op het moment dat wij een mogelijkheid zien om, nou ja, bijvoorbeeld een bepaalde afvalstroom één keer in de zoveel tijd gewoon een container ergens in een wijk te zetten. Om daarmee dus de aanlevering te vergemakkelijken, dan zullen wij dat overwegen. Toch kan het nog even duren voordat er daadwerkelijk een nieuwe milieustraat komt. Eerst is de gemeente nog met afvalinzamelaar Kuren in gesprek over de vernieuwing van de aanbesteding. Dat willen we 1 januari maar operationeel hebben. En ik denk dat dan ook het moment is om te beginnen met deze exercitie. Tenzij we natuurlijk zien dat we in de praktijk op misstanden stuiten die gewoon sneller handelen noodzakelijk maken. Tot die tijd kunnen bewoners hun grofvuil kwijt bij de milieustraten aan de Lodewijkstraat en de Gabriel Metsulaan.